doet. Dus je plaatst eigenlijk, je hout, je zoekt ze ook, hè, in de zin van je kijkt wat er is. Je kijkt ook een beetje wat je denkt nodig te hebben, want je moet ook die overgang maken. Ik begin natuurlijk heel ruw, echt met de kracht, ook de drama eigenlijk van het verhaal wat erin zit. En naarmate ik hoger kom, ga ik dat meer verfijnen. Je zou kunnen zeggen, dit is nog geen wieg, maar is alleen maar water. Maar heel langzaam, naarmate ik verder kom, gaat dat meer wieg worden. Het wordt een eenheid, maar verandert heel langzaam van structuur. En dat doe je in feite heel primitief. Hè? Je zet je in feite in een bankschroef en je zet daar, aan deze kant doe je vocht. En aan deze kant maak je warmte, in de zin van een vlammetje. Dus je neemt een sponsje waar je dit mee invrijft. En hier haal je de vlam langs heen. De huid die nu dus heel ruw is, heel natuurlijk, op sommige plekken dan weer even iets te schuren. Waardoor je dus maar meer van woest water tot wieg worden. Kijk, deze plek hier, als je heel deftig bent, zeg je het atelier. Wij noemen het heel vaak toch werkplaats, omdat dat toch de basis is van wat je doet. Je werkt, je doet. Maar bij het maken van zo'n beeld zou je ook kunnen zeggen dat er ontstaat iets. Dus zo is zo'n naam kraamkamer, de plek waar het geboren wordt, waar het kind uiteindelijk te zien zal zijn. In dit geval is het natuurlijk leuk omdat je dus de verbinding hebt met een wiegje, hè, met een kind. Dat zo'n kraamkamer dan eigenlijk iets vertelt van je maakt zo'n plek ook klaar om zo'n beeld te maken. Kijk, doordat je twee dingen hebt, kun je dus dit beweegt en dat beweegt. En die houden elkaar dus precies in een balans. En we denken dus, maar goed, dat is dan nog een eerste gedachte, om dat centrum dan van zo'n mechaniek te gebruiken om die kat erop te zetten. En die gaat als het ware blijven staan en de wieg die gaat kantelen, waardoor de kat de beweging gaat maken. Maar in feite ten opzichte van het water stilstaat. Van tevoren staat nooit vast waar je uitkomt. Je hebt een heel globaal beeld van we gaan daarheen, maar hoe het wordt, dat weet je zelf ook pas als je aan het eind bent. Het is toch een soort ontdekkingstocht. Het is niet een rechte weg naar een einddoel. Dat spel van dat maken is ook wat dat betreft ja, het leuke van dit vak.